Ja, hij heeft het dan toch toegegeven. Prins Bernhard heeft een miljoen dollar gekregen van vliegtuigfabriek Lockheed. Wat hij jarenlang in het openbaar weer sprak en ook tegenover de commissie van drie wijze mannen die de zaak destijds onderzocht heeft ontkend, heeft hij opgebiecht tegen journalist Martin van Amerongen. Rijksvoorlichtingsdienst kan het verhaal van Van Amerongen bevestigen, nog ontkennen. En Van Amerongen zelf is overleden. Maar vertelde 2 jaar geleden aan journalist Rudy Boon wat Bernhard tegen hem gezegd had. Hij zei, de kern van de zaak met die hele Lockheed-affaire is eigenlijk dat niemand mij ooit heeft tegengesproken. Nou, ik heb natuurlijk die ongelofelijke domheid uitgehaald. En ik heb tegen de commissie van drie, dat zijn de drie wijze mannen die hele zaak moesten uitzoeken, gezegd. U geeft mij nu wel op mijn donder, en dat is allemaal zeer terecht. Maar ik wou dat er iemand eerder was geweest die mij op mijn donder had gegeven. Want ik heb, doordat niemand mij ooit tegenspreekt, de grenzen tussen goed en kwaad uit het oog verloren. Dat was een soort oude mannenwijsheid die mij wel in Bernhard beviel. Dit interview met de in 2002 overleden journalist Martin van Amerongen wordt dinsdag uitgezonden in het programma Andere Tijden. Van Amerongen was jarenlang hoofdredacteur van Weekblad de Groene Amsterdammer. En heeft, zo blijkt nu, van 1995 tot 2002 diverse gesprekken gevoerd met prins Bernhard. Het interview zou pas mogen worden gepubliceerd na de dood van Bernhard. Het is opmerkelijk dat juist Van Amerongen de prins interviewde. Hij richtte namelijk in 1996 het Republikeins Genootschap op. Ik vind dat een koning of een koningin louter een ledenpop moet zijn die alleen maar rituele gebaren maakt. Ja. En zich niet met de dingen bemoeit waar zij of hij zich niet mee heeft te bemoeien. Ja, hier in de studio Hubert Smeets, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer en Friso End, publicist. Hubert, wist je al die tijd wat er in die dichte envelop zat? Ja. Maar ik ben pas 2 jaar hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Maar ja. Sinds die tijd weet ik het, ja. Brandt het dan niet in je vingers? Ja, nee. Het journalistieke métier veronderstelt datgene wat fit to print is, moet je afdrukken. Andere kant wist ik van Martha van Amerongen zelf dat er een afspraak was dat het pas gepubliceerd mocht worden na het eventuele overlijden van prins Bernhard. En dat wist ik ja om een hele simpele reden. Ik ben jarenlang zijn overbuurman geweest, dus ik zag hem wel eens op straat. Ja, hij had je wel verteld dat hij die gesprekken had gevoerd al eerder. Ja, hij had me wel eens wat verteld op zijn manier, net zoals net als we in beeld zagen nu. En ik heb dat nog wel afgelopen week nog nader geverifieerd bij zijn zoons. Ja. En die zei, dat is echt inderdaad de afspraak, zoals wij hem ook begrepen hebben. En toen zegt hij, mogen we dan publiceren? Ja, zei ze zo. Dat mag. Ik zat in een heel moeilijk parket, hè, want ik was er niet bij. Nee, dat begrijp ik. Ik vond iets in een envelop en ik moest beslissen wat we ermee... Of ik niet, maar wij moesten beslissen wat we ermee moesten doen. Heb jij je afgevraagd, zoals ik me afvraag... Kijk, Van Amerongen zegt dat Bernhard dat heeft opgebiecht over Lockheed. Ja. En hij is dood en van de doden niets dan goeds. Maar niettemin moet ik het vragen. In hoeverre is Van Amerongen als getuige... betrouwbaar? Nou, dat artikel is echt 99% authentiek. Dat zijn dus zeg maar Oost-Europese Sovjet-uitslagen die ik nu even noem. Het is namelijk helemaal niet een nieuwsinterview, hè, zoals jullie dat hier voeren bij Nova. Het is een gesprek tussen twee heren die elkaar waarderen. Het is eigenlijk een gesprek tussen twee provo's, om in oude termen te spreken. Mm. En het is dus niet alleen maar een gesprek over Lockheed. Het gaat niet alleen maar over zijn politieke opvatting. Het gaat gewoon over hele gewone dingen ook. Ja, oké, maar goed, Van Amerongen was Republikein. Het is net ook even gememoreerd. Ik bedoel, wat had de prins met hem dat hij zo'n gesprek met hem voerde? Nou, dat is heel simpel. Daar begint het interview ook mee. Martha van Amerongen moest in 1995 een feestrede houden ter gelegenheid van een prijsuitreiking van het Prins Bernhard Fonds. En daar was Prins Bernhard aanwezig. En die kwam de afloop naar Martha van Amerongen toe en zei van... Goed gedaan, jongen. Interessante toespraak, ik heb het niet helemaal kunnen verstaan. Martha van Amerongen zijn dictie was niet altijd even helder. Ja. Monkelaar, ja. Hebt u die tekst misschien voor mij? Ja, die kan ik u opsturen. Hebt u mijn adres dan? Ja, dat heb ik wel, zei Martha van Amerongen. En zo is het begonnen. Het hele gesprek ademt de sfeer uit van empathie bijna. Die mensen begrepen elkaar, dat is volstrekt duidelijk. Of ze bevriend waren, kan ik niet beoordelen. Nee, maar dat is wel belangrijk in antwoord op uw vraag. Omdat als je het hele gesprek leest, dan is de vraag van betrouwbaarheid niet meer aan de orde. Dan ben je ervan overtuigd als lezer,
Zo is het gegaan. Nou, dat zullen wij donderdag zelf kunnen beoordelen, want dan verschijnt het. Prins Bernhard blijkt inderdaad na zijn dood opvallend veel vrienden te hebben gehad, trouwens, waar we niets van af wisten. Waarom denkt u dat Van Amerongen blijkbaar zo in de smaak viel bij de prins? Ik denk dat het twee ondeugende jongens waren. Dat denk ik, ja. Was u ook zo populair bij de prins? 20 jaar lang wel. En dan werd ik over mijn bol gestreken. En dan, want ik had hem dus buiten mijn weten een dienst bewezen met de Hofmansaffaire. En, want die had u, daar had u namelijk over gepubliceerd. Dat wilde hij in het Parool. Ja. En daardoor is toen die hele zaak dus opgeblazen eigenlijk. Ja. Omdat ik achter de kamerheer een buitengewone dienstmeneer van Maasdijk reed. En wat gebeurde er dat die 20 jaar lange... Omdat toen Lockheed in Davos uitbrak. En ik de waarnemend hoofdredacteur van het Parool, van de NRC, die jij nog wel kende, denk ik, Wim Giezen, opbelde om te zeggen dat hij een heel klein stukje kreeg, want dat Bernhard als beschermheer een wat domme speech had gehouden. En toen zei hij, ik zoek je al twee uur, want Reuters heeft een bulletin uitgegeven uit Washington. Dat voor de zogenaamde Senaatscommissie, de Church Commissie, dat daar gezegd is dat daar een hoge Nederlandse functionaris 1 miljoen plus 100.000 dollar heeft aangepakt. En dat heeft meneer Kotschan, de president van Lockheed, bevestigd. Ja, en dus u wist dat? Reuters zegt, en er is ons gezegd, dat is prins Bernhard. Mm, en dat hebt u hem gevraagd of hij dat was? Toen? Nou, ik wou hem dat vragen en hij wou er aanvankelijk dus niet over praten. Nee. Dan zeg, dit was al oud hoor. Het was 4 december 1975 al in de Wall Street Journal geweest. En dat hebben wij in de NRC, want ik zei, dat is de Bijbel voor mij. Hebben wij dat op de voorpagina gezet. Want hij wou er niet over praten, maar dat hebt u beschouwd als toegeven. Hij sprak altijd met mij en ik wou een afspraak maken en dit keer werkt het niet. Nee, maar u beschouwde dat als toegeven? Nee, ik beschouwde het gesprek wat we tenslotte hadden, dat ik zei, als u niet wil praten, het is zo eenvoudig. Ja. U zegt 4 woorden, het is niet waar. En het staat in het NRC Handelsblad en volgende week in Newsweek. Ja. En toen zei hij, en hij zag mij schrikken, want ik schrok echt. Dat kan ik niet zeggen. En toen zei hij er gauw achteraan, dat wil ik niet zeggen. Ja. En ik sta daarboven. Ja, en verdween toen in de lift. Ja. En toen heb ik die woorden dus in de krant willen zetten. De NRC heeft daar nog erg over in de hoofdredactie gebakkeleid. Ja, maar je ziet, soms hadden ze bewaren ze het ook 2 jaar, dat soort dingen. Het was 12 uur 's nachts toen het allemaal gebeurde. En toen ik dus Newsweek opbelde, dan was het dus 6 uur 's avonds. En de waarnemend hoofdredacteur Larry March aan de lijn kreeg. En zei, dat heb ik. Toen zei, wacht even, ik zit de cover story te typen. Kijk. En ik zet het er meteen in. Ja. Nou heeft ze tegen Van Amerongen echt toegegeven dat Lockheed hem 1,1... Ik vond het een toegeven, hoor. Ja. Ik vond het toegeven. Ja. Maar goed, hij heeft nu echt met zoveel woorden toegegeven, blijkbaar. Dat tegen een koers van, wat zal het in die tijd geweest zijn, zeg? 3,5 gulden, dollar? Dus zeker. Dat was eigenlijk veel meer dan wij dachten nog. Het was misschien wel 4 gulden. Ja. Dat was ook veel geld voor Bernhard, of niet? Ik denk dat hij daar wel aardig wat van gehad heeft, ja. Ja. Hij zei toch in dat interview... Nou ja, hij zegt dat hij het grootste gedeelte heeft weggegeven, blijkbaar. Hij zegt dat hij een groot deel nooit ontvangen heeft. Nee, terwijl hij er notabene om gevraagd heeft. Ja, maar dat spoort wel met wat hij verklaard heeft tegen de commissie van drie, de commissie Donner. Laat ik zo zeggen, kernconclusie van de commissie Donner, dat is een typische juridische conclusie. Ja. Staat er nee in of 2 keer niet, dubbele ontkenning. En Bernhard heeft nu, tegen Maarten van Amerongen, de dubbele ontkenning in een ja. Omgebogen. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Ja. En hij zegt ook tegen Maarten van Amerongen, een deel heb ik nooit echt in handen gehad. Nee. Maar ik ben ontzettend stom geweest, want ik had het helemaal niet nodig. Nee. Dat kan hij makkelijk zeggen, want dat geld ging, naar mijn informatie, ging dat naar het Pandaberenfonds. Kijk, dat is nog een goed doel ook. Een fonds naast het Wereldnatuurfonds. Ja, maar dat stond ook in het rapport van de commissie van drie in wezen. Luister, er is iets anders in dat interview wat er blijkbaar in staat en wat wij donderdag zullen lezen. Van Amerongen schrijft dat Bernhard heeft gezegd dat hij 3 rekeningen had in Nederland, Amerika en dat hij Zwitserland had. En dat daar 6 miljoen op stond. Ja. Ik weet niet eens of dat dollars, guldens dat of Zwitserse Frans. Ik dacht dat het dollars waren. Ja, hoe komt hij daaraan?
Oh ja, dat is... Kijk, dat, die man was dat, toch arm toen hij met Juliana trouwde? Ja, toen oorlog was hij arm als een luis. En Sefton Delmer in Parijs, de diplomatieke correspondent van de Daily Express, een grote vriend van hem, die betaalde alle nota's. Dus hoe komt hij aan zoveel geld in die tijd? Nou, het bedrijfsleven ging ijverig praten in Davos toen. Toen ze zagen waar ik mee bezig was. En die zeiden, als je iets moest openen, dan moest je wel betalen. Hoe bedoelt u? Nou, als je een fabriek moest openen, een weg moest openen, dan moest er een bedrag betaald worden. En dat werd gezegd, dat was voor het Wildlife Fund. Maar dat was blijkbaar niet zo, want hij dat ging minimaal naar het Pandaberenfonds. Ja, maar en een bankrekening in Zwitserland blijkbaar. Ja, nou ja, dat daarheen door is luisterbaar. Dat weet ik niet, maar dat... Maar goed, hij heeft dus veel... Hij zegt ook ik heb altijd veel geld verdiend. Ik moet u teleurstellen, de details daarover heeft niet onthuld aan Martin van Amerongen. Maar dat is toch wel iets... ik wil dan meteen weten waarmee. Destijds ben ik ijverig mee bezig geweest. Kijk, de volgende dag heb ik een lunch gehad met professor Karsten, president van de Amrobank. Nee, dat is heel interessant ongetwijfeld, maar we hebben niet al te veel tijd. Ja? Heeft hij alleen maar dat geld verdiend met het openen van bedrijven? Nou, weet ik niet. Daar ben ik hierbij geweest. Ik hou alleen met rekening met de feiten die ik zelf verdiend heb. Maar ik heb dus goed gezien dat er op Paleis Soestdijk mensen kwamen die ik niet thuis wil hebben. Ja. Nou goed, Bernard verklaart het allemaal met dat hij dat gedaan heeft. Het gaat dan weer over Lockheed, maar het zal ongetwijfeld ook over die bedrijven gaan waar hij geld voor vroeg. Omdat er geen politicus was die hem tegenhield. Ja, Herman Lijnvlooien noemde hij dat in het interview met Vlaanderen. Maar dat hij daarom dus ook geen onderscheid meer kon maken tussen goed en kwaad. Ja, zo zegt hij het impliciet. Ja. Hij zegt, ik werd omringd door Herman Lijnvlooien en andere ja-knikkers. En dat is niet goed voor je. Dat is niet goed voor een mens en dat is ook niet goed voor mij geweest. Nee, en hij eindigt ook het interview. En daarom is het, vind ik, een heel authentiek gesprek. En een hele authentieke weergave van die gesprekken die ze gevoerd moeten hebben. Waar ik niet bij geweest ben natuurlijk. Hij zegt ook, ik ben eigenlijk altijd een jongen geweest van 10 of 11 jaar. Ik bewaar hem. In mijn eigen kamer staan nog altijd de cadeaus die ik tot mijn... Ja, maar dat maakt hem plotseling weer schattig en aardig en een qua jongen. Maar hij heeft dus een heleboel geld bij elkaar gespaard op die manier. Dat je moet niet vergeten. Ja, ik ben met een stuk jonger dan ik dat denk, ik denk maar... dat Bernard de gave had om mensen in te pakken. Heel charmant en aardig. En hij dacht ook dat ik wel zou schrijven wat hij wou. Ja. En ik stond... Ja, maar je zegt... hij is ook ontevreden, althans, achteraf, hè, met terugkijkend... over al die ja-knikkers door wie die omringd werd. Ja. En het is misschien, je zou kunnen zeggen... een beetje een retrospectief argument om zichzelf vrij te pleiten. Maar ik sluit niet uit dat het waar is. Ja. Ik weet het niet. Ik ken die wereld niet goed. Maar het komt in het interview... Ja, dat iedereen de hele dag interview, ja zegt, dat is in het interview waar. Waarmee mensen langskomen en de glazen bijschenken... als hij praat met Van Amerongen... Ja, zou wij dat tegen kunnen? Ik weet niet. Maar goed, ja-knikkers zijn er misschien niet meer zoveel in de politiek wat dat betreft. Of zouden ze nog steeds bestaan? Nou, volgens mij zijn er nog meer dan vroeger, hoor. Ja. Maar, dus als ik nu zie wat politici roepen over Bernard, de grote democraat, heeft iemand gezegd. De leider van een van de regeringspartijen. Dan zeg ik, kom. We moeten omgekeerd ook niet overdrijven. Luister, we houden ermee op. Van de doden niets dan goeds. Oh ja, daar ben ik met hier en daar een klein kritische noot. En toch blij dat jullie begonnen zijn met de Oekraïne, want dat is misschien iets belangrijker dan dit. Daar ben ik zeker. Niettemin zullen wij De Groene met aandacht lezen. Hartelijk dank voor jullie komst.